een van de acties die op dat ogenblik echt warm lag. En ook heel warm lag bij een brede basis van de bevolking, bij de vrouwen, was het onrechtvaardigen van het huwelijksgoederenrecht. Het was werkelijk het huwelijksgoederenrecht dat heel veel mogelijkheden van de vrouw inhield, waardoor de vrouw zich klein voelde en echt bevoogd was, heel duidelijk niet geëmancipeerd was in het gezin. Omdat er altijd de man was die het laatste woord had, die haar moest machtigen, die mee een handteken moest zetten. Mijn eerste boete moest mijn man tekenen. Ja, dat is toch iets dat heel nauw je raakt. Ik was in die periode veel de boer opgegaan, in allerlei huizen van de christelijke arbeidersbeweging. En ik ging daar spreken en met die vrouwen werken rond dat huwelijksgoederenrecht. En dat kwam voor de vrouwen zo bekend over. Vrouwen voelden zich echt tweederangs. Er waren vrouwen die ook meewerkten met hun man, maar als dan plots een scheiding kwam, stonden die vrouwen met lege handen. Er waren vrouwen die moesten tekenen voor leningen, voor ja, daar zaten ook kleine zelfstandigen en kleine boeren tussen. Die moesten tekenen voor de uitrusting van hun bedrijf. En op een bepaald ogenblik brak het huwelijk en stond de vrouw met de verplichting om te blijven bijdragen bij de zaak van de man, waar zij dan helemaal buiten stond. Er waren zo nog dingen in dat verband dat zo chockerend was dat dit echt wel heel warm was. Ook de KV had daar al een belangrijke actie rond gedaan door het Napoleonrecht en Napoleon te begraven mijn kist in Leuven. Ik heb die zelf niet gezien, maar dat was een heel goede actie die illustreert hoe warm dat was en niet zomaar bij de rijke mensen, echt bij het volk.